Je lieve omaatje die daar echt non-stop zit te huilen omdat haar zus er niet meer is. Dus ik belde haar terug en ik merkte gelijk al aan haar stem wat ze ging vertellen. Goedemorgen, het is bijna 9 uur en ik ben wakker. Ik heb vandaag, of vanochtend eigenlijk, de begrafenis van een zus van mijn oma. En ik wil nog even mijn broer bellen of we samen naar het condoleren gaan. Want mijn moeder gaat dus ook zingen, dus die is daar ook eerder en zo. En mijn vader begeleidt haar op de gitaar. En alleen gaan is niet zo heel gezellig, dus ik denk dat ik dan met mijn broer ga. Ik zit alleen heel erg te twijfelen over de outfit, want ze willen dus graag dat je geen zwart draagt. Dus denk ik, ja, geen zwart, dan grijs. Maar waarschijnlijk willen ze het dus niet somber, dus dan gewoon kleur. Mijn moeder had gisteren best wel lichte kleren aan. Gisteren was ook condoleren, maar voor de dienst is ook condoleren. Ik denk dat ik gewoon een net jurkje aantrek en dat de kleur dan niet zoveel uitmaakt. Waarom heb ik zulke wallen, jongen? Ik ben echt net wakker. Oké, dus ik ga even een outfit uitzoeken en mijn broer even een berichtje sturen. Ik denk dat ik sportkleren meeneem, dan ga ik daarna gelijk sporten. Het ziet eruit alsof het lekker weer is. Zie je hoe blauw het is? Er komt een helikopter langs. Oeh. Yes. Oh, we hebben vannacht volleybal verloren. Jammer. Jammer. Ik denk dat de Olympische Spelen ondertussen bijna is afgelopen. Dan is mijn vermaak ook afgelopen. Ik heb uiteindelijk dit jurkje aangetrokken. Dit is het jurkje van mijn diploma-uitreiking. Het is een zacht roze jurkje. En hij is wel net boven de knie, dus op zich wel een mooie lengte. Hij zit niet goed aan de achterkant. Yes, dat is beter. Ja, that's it, denk ik maar. Gewoon, hij is een beetje gekreukt. Maar het zal er wel uitgaan. Loop van de dag. Ik ga hem zo even opmaken, maar ik heb een beetje honger. Dus ik ga eerst eventjes eten en dan ga ik daarna mijn haar doen en zo. Ah, ja, ik denk dat het wel goed is. Er zitten een beetje rare kreukels in. Kun je dit strijken? Want het is dus zeg maar zo'n suède stofje. Weet iemand dat? Kun je dat strijken? Of kan dat niet? Een Grieks yoghurtje met kiwi. Ik heb weer een zeer succesvol, bijna meer mascara onder mijn ogen weten te krijgen. Dan op de plekken waar het hoort. Ik weet ook echt niet hoe ik dat doe, jongens. Ik ben er gewoon een ster in. Ja, mijn wimpers komen ook wel een beetje tegen de bovenkant, maar ik doe het ook gewoon zelf. Ik probeer ze ook een soort van, om ze dan zeg maar in die, hoe laat ik dat zien, in die krul te duwen, duw ik ze ook een beetje zo omhoog, zeg maar. En dan duw ik ze volgens mij ook gewoon tegen mijn oogleden aan of zo. Maar ja, maakt niet uit, is zo weer gefixt. Ik heb mijn haar ook ingevlochten. Even omdraaien, ik hoop dat je het zo goed kan zien. Ik heb zeg maar gewoon ingevlochten en dan mijn staartje terug erin geduwd, eronder geduwd, zeg maar. Omdat ik dun haar heb, is dat redelijk makkelijk. Maar ik heb nog niet gezien hoe het van achter zit. Dus dat ga ik door middel van deze video zo ook eventjes zien. Zoals jullie waarschijnlijk wel zullen snappen, ga ik verder van de begrafenis, van de dienst en alles niks filmen. Ja, dat is gewoon ook privé. En al helemaal omdat het de zus van mijn oma is. Ja, bij mijn eigen oma zou ik het geloof ik ook niet doen. Het is gewoon een moment voor familie en vrienden. En niet een moment om te vloggen. Dus dat ga ik ook niet doen. Ik ga nog even oorbellen in doen, denk ik. Want nu is het allemaal een beetje heel leeg. Ja, ik denk dat dit het is voor vandaag. Ik zit op de fiets. Ik heb nog even oorbellen ingedaan en een lipstiftje op. Het is gewoon een Essence. Ik weet eventjes niet welke. Als je dat wil weten, dan ga ik het voor je opzoeken. Laat even weten. Ja, ik ben een beetje laat. Tenminste, ik ben niet laat. Maar mijn broer komt 12 over 11 aan op het station. Het is nu precies 11 uur. Het is ongeveer een kwartiertje fietsen. Dus 2-3 minuutjes. Het dienst begint pas om 11:15. Dus we zijn zeker op tijd. Maar ik moet even doorfietsen, zodat mijn broer niet te lang staat te wachten. Ik ben ondertussen aangekomen bij de sportschool. Maar voordat ik naar binnen ga, wilde ik toch nog even een momentje nemen. Om even een beetje te vertellen over de dienst. Het was een super mooie dienst. Heel heftig. Ik ben van mezelf al best wel, mocht het nog niet opgevallen zijn, een emotioneel persoon. Maar wanneer je dan bij zoveel mensen met verdriet zit, ben ik ook echt een gigantische meehuiler. Bij iedere snik in de stem van iemand breek ik al bijna.
En als je dan opzij kijkt naar je lieve moedertje met tranen in de ogen. En dan je lieve, lieve omaatje die daar echt non-stop zit te huilen omdat haar zus er niet meer is. En dan ga je ook nog even bedenken dat het jouw oma had kunnen zijn. Ja, dan ja, ben je gewoon gebroken. Ben je kapot. Dus ik ga het er even lekker uitsporten. Maar het was een prachtige dienst. En ik ben nog steeds heel dankbaar dat ik alle twee mijn opa en oma's nog heb. Of mijn opa en oma aan één kant. En ik hoop dat het lang mag duren voordat ik weer naar een begrafenis op moet. Dan gaan we nu van Classy. Ik had trouwens deze schoenen aan. Naar Sporty in mijn korte broekje. Hij is oranje. Ja, hij is oranje. Deze komt van de Primark. Als je de shoplog nog niet hebt gezien, die staat in de beschrijving. Ik ga even mijn haar een beetje losser gooien. En ga ik even een uurtje sporten. I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. All through my city. All through my home, we're flying up no ceiling when we're in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good song in my feet, feel that hot breath in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off it, moving so. Ik ben thuis en ik zag dus dat ik een berichtje had van Vintrex en het is het bureau dat dus voor dat hoofdkantoor in Renswoude van IC Paris Kruiswald en Trekpleister een geschikt persoon aan het zoeken was. En ik dacht, ik ga gelijk even terugbellen. Dus ik belde haar terug en ik merkte gelijk al aan haar stem wat ze ging vertellen. Dus ze zei van ja, we hebben in eerste instantie woensdag contact gehad. En toen zeiden zij van ja, zij heeft geen ervaring met klantenservice en webcare. En toen hebben zij weer teruggecommuniceerd. Ik denk dat jullie tv niet goed hebben bekeken, want zij heeft de afgelopen 5 maanden wel ervaring opgedaan. En toen kreeg zij weer een terugkoppeling vandaag van ja, maar ze past niet bij onze branche. Dus zij zei zelf, ik vind het allemaal nog vaag en niet zo eerlijk. Ik zeg, nou weet je, je moet ook soms ook elkaar liggen of zo. Het moet je aanspreken. En ik heb ook een sollicitatie volgende week woensdag. En ik weet nog niet hoe dat afloopt. Maar ja, het geeft niet, weet je wel. Ik had het ook wel een soort van losgelaten, omdat ik nog niks had gehoord. Dat ik dacht, ja weet je, als ze echt enthousiast zijn, had ik al lang wat gehoord volgens mij. Dus ik had me er wel op ingesteld. Alleen ik heb niet echt feedback waar ik iets mee kan. Dat is jammer. Maar woensdag het gesprek van in Ede. En ik moet zeggen dat die functie me ook net meer aansprak. Dat zei ik ook al toen ik haar net gesproken had. Die functie past eigenlijk veel beter nog bij mij. Omdat het breder is en meer uitdaging heeft. Dus nee, ik heb in ieder geval wat gehoord. Beter laat dan nooit. Ik ga nu even douchen. En vanavond is hockey. Nou ja, Olympische Spelen. Mijn ouders zijn nog niet terug. Maar ik weet niet hoe laat dat wordt. Ik hoop dat we iets ongezonds gaan eten vandaag. Ik heb echt zin in patat. Of in kebab of zo. Eerst even lekker douchen. Ik ben heerlijk gedoucht. Maar naast dat ik gisteren bij de Primark wat dingen heb gekocht. Heb ik ook bij de H&M nog deze gekocht. En ik had van de week een groene aan. Ik heb hem ook met bloemetjes. Dat is een diegene die ik liet zien. Die zo ontzettend Sophie is. Weet je wel. Gewoon. Nou, dat hele jumpsuit, dat schreeuwt mijn naam. Maar toen zag ik deze in het zwart in de sale voor 7 euro. En ik zal hem ook even via de spiegel laten zien. Kijk, ik kan hem al wel even zo laten zien. Hij heeft dus ook van die, nou wacht, van die flared pijpen. En ik vertelde dus dat die andere, dat was een 38. En sinds ik zo afgevallen was, zat hij dus niet meer strak in de heupen. En dit is een 36, dus deze zit wel strak in de heupen. En laat niet mijn hele BH zien. Aan de achterkant, oeh, dit wordt een uitdaging. Zit hier ook een, hoe doe ik dit? Ik hoop dat je het kan zien. Zit hier ook een, ja, nog een open gedeelte. Ja, het is gewoon super mooi. Ik vind het echt basic en classy tegelijk. Ouders gezond aan de salade. En Sophie aan de pizza. Ik heb hier echt heel erg zin in. Ik kan me niet eens herinneren wanneer ik deze voor het laatst op heb. Wanneer een pizza perfect lukt. Nee, Boefie. Mag niet, hè? Jawel, hij wil naar binnen. Via het aanrecht. Nee, mijn pizza is perfect. Perfect. Is dit wel mozzarella? Dit is zeker mozzarella. Na een teleurstellende hockeyfinale zit ik achter mijn laptop even te checken of alles voor morgen klaar staat. Of de vlog er goed in staat, of die klopt. Super jammer, ze hadden het echt verdiend om te winnen. Ik baal er echt van, maar ja.
Ach, zilver. Zilver is ook mooi. En we hebben vandaag 2 keer zilver, 1 keer brons gewonnen, geloof ik. Dus we mogen best wel trots zijn op ons landje. Ik ga lekker slapen en dan zie ik jullie morgen weer. Vergeet je niet te abonneren als je het nog niet gedaan hebt. En dan hoop ik dat je morgen weer kijkt. Welterusten. Goedemorgen. Soms als ik net mijn telefoon aanzet en naar mezelf kijk, dan schrik ik gewoon nog van hoe bruin ik ben.